Het boek probeert ook een aantal stellingen te lanceren, een nieuwe taal te lanceren. Uh, gaat u daarmee akkoord? Kan u zichzelf daarin vinden? Gebruikt u zelf die taal al? Uh, een aantal wel, een aantal weer niet. Ook daar weer, hè. het hangt af van, ja, oké, okay, welk soort bedrijf heb je, welke activiteiten doe je, uh, met welke soort mensen uh, ga je om in jouw bedrijf, hoe is die verdeling. En uh, op basis daarvan denk ik zijn een aantal stellingen zeer relevant en een aantal zullen minder relevant zijn. Maar dat denk ik is weer afhankelijk van één. Wie het leest, met welk, van welke ooghoek hij, uh, het boek, hij of zij het boek leest, vanuit welke visie dat hij of zij het boek leest. En afhankelijk daarvan, en ook van de aard van de activiteiten van het bedrijf, zal de een of de andere stelling geldig zijn en niet. En ik denk dat is ook weer aan de lezer om te bepalen: van kijk, met die stelling kan ik weg, met die stelling kan ik niet weg, of ik moet daar iets aan toevoegen, of iets wegnemen. En het, het boek laat dat eigenlijk allemaal zeer, zeer, zeer sterk open. En dat vind ik dus ook wel uh, bijzonder verrijkend. Um, de. De terminologie. Ik ben iemand, en uh, Yves uh, heeft dat daar straks ook gezegd. die heel sterk gelooft in het vinden van het juiste woord. om iets heel precies uit te drukken. Omdat je maar zindelijk kan denken. en zelfs maar kan leren denken. als je woorden hebt om die uh, denkprocessen om te zetten. Hm? Uh, woorden komen bij wijze van spreken voor denken. en niet omgekeerd. Ja. En dus in die zin is, hoe zou ik zeggen, zijn de neologismen die in het boek zitten zeer inspirerend. Waarbij natuurlijk de weteling de absolute max is, maar waarbij ook de andere woorden geweldig helpen bij het precies beschrijven van welke types innovatie en welke geestesgesteldheid voor innovatie belangrijk is. Een taal hanteren kan je niet doen uh, als je alleen staat in een, in een groep. Nee. Dus je zou eigenlijk veel meer mensen moeten hebben die dit lezen. Zodanig dat je een gemeenschappelijke taal hebt, zoals grenzeling. Want dat vind ik een hele goede benadering eigenlijk. De manier waarop dat... dat uh, ik, zou het waar, ik heb het al eens gebruikt. Mensen kijken dan zeer eigenaar en zeggen, je, wat, over wat die heeft hij het? En dan moet je het beginnen uitleggen. Natuurlijk krijgt je daardoor een dialoog uh, of een discussie. Dus, maar eigenlijk zouden meer mensen dit boek moeten lezen. Zodanig dat je een gemeenschappelijke taal ontwikkelt. Okay. Huh? Uh, ik vind het leuk dat de uh, auteur een aantal uh, termen die uh, wat ons zeggen wetenschappelijk wel al een tijdje bestaan, maar uh, daar Nederlandstalig en goed in de mond liggende woorden voor gevonden heeft. Uh, we hebben het ook over verschillende methodologieën, het tekenen van een function value map, uh, ISA, wat eigenlijk is uh, de wereld bekijken door een, uh, de ogen van een alien. Zijn dit technieken die u nu ook uh, zelf heeft toegepast? Uh, of, of, of zegt u, well, ik vind het een, een, een ver van mijn bedshow? Nee, nee, absoluut. We hebben, uh, we hebben uh, in, in, in Volvo destijds zeer veel uh, van die zaken toegepast. Uh, het is wel zo dat uh, wanneer je dat boek leest, dat, uh, dat daarin inderdaad veel theorieën opgezomd zijn. Maar die moet je juist kunnen vertalen naar uh, het praktische. Uh, dus die moet je kunnen vertalen naar de bedrijfsvloer. En daarom moet je die niet op dezelfde manier gaan benoemen. Je moet die misschien niet op de exactezelfde manier gaan inkaderen en om omkaderen. Maar je moet een exacte vertaalslag vinden van: kijk, in mijn bedrijfsprocessen, als ik dit definiëren of verhogen heb, dan heb ik het eigenlijk in het boek over dat stuk. En dus die vertaalslag moet je vinden. Maar ik denk niet dat je het zomaar copy-paste moet doen. Dat is ook niet goed. Je moet daar je eigen creativiteit in brengen en op die manier die verrijking aan je bedrijf kunnen geven. Ja. Kijk, het voordeel van het boek is dat je natuurlijk dingen die je een stukje voelt, uit ervaring of intuïtief die je uh, via de aangereikte methodologie een, een plaats kunt geven en een vorm kunt geven. En waarbij dat je zegt, oh ja, ik kan terugvallen op dat model om te kijken of dat het repetitief is. Dus in die zin vind ik het goed.